En Ruudje had eigenlijk mogen blijven staan. Want je mag het opnemen tegen Loes over de stelling. En die zal ik je zo vertellen. Goed. Hier gaan we voor inzetten. Maximaal 5 minuten. De stelling luidt: de PvdA gaat de nieuwe premier leveren. Loes. Dat klopt. Diederik Samson is onze lijsttrekker en die wordt de premier van Nederland als het aan mij ligt. Dat komt omdat hij zijn idealisme combineert met het intellect van iemand waar je gerust de samenleving, de Nederlandse samenleving, aan over kunt laten. Nou, ik vind het een mooie opening. Ruud, ga je gang. Ja, nou, ik denk dat het een beetje dagdromen is wat Loes hier doet, want de grootste partij, dat wordt de VVD. En het is nou eenmaal regel dat de grootste partij ook de premier levert. Oeh, dat wordt dus gewoon Mark Rutte. Het gaat wel eens mis. Het gaat wel eens mis, maar in dit geval gaat het absoluut niet mis. Ja, stel Loes, hè, stel dat Ruud nu gelijk heeft, dat de VVD de grootste partij wordt. Zie je dan toch kansen om vol te houden dat... dat Samson de premier wordt? Ja, ik denk het wel. We gaan op 12 september echt een koerswijziging krijgen. Nederland zit niet meer te wachten op het kabinet Rutte. Die hebben het verprutst. Het rechtse verhaal heeft het niet gered. En het wordt tijd voor een ander verhaal. Dat is waar Nederland op zit te wachten. Ook een eerlijk verhaal. En we zien wat Rutte op dit moment doet. Eerst beloven dat er 400.000 extra banen worden gecreëerd. Maar uiteindelijk zijn het er 100.000 minder geworden. Het zijn er dus wel 300.000? 100.000 minder? Nee, het is min 500.000. Ja, ja, ja. Maar er is nog iets als zijn er niet 400.000 crisis, extra geworden? Er is nog maar zoiets als een crisis. Ja, dat wisten we in 2010 ook. Nee, maar goed, laten we voor lief nemen. Nee, dus het gaat om het eerlijke verhaal. En mensen zien ook dat Sinterklaas spelen in deze tijd. Rutte iedereen houdt geen eerlijk verhaal? Nou, dat hoef ik niet meer uit te leggen, geloof ik. Ik denk het wel, want hij heeft heel duidelijk aangegeven wat er fout is gegaan. Hij is verkeerd geïnformeerd geweest. Ja, maar ik heb gisteravond... En gisteren heeft hij daar zijn excuus voor aangeboden. Ik heb gisteravond 2 mensen hun excuus zien aanbieden, dus daarmee is het 1-1. Precies. Loes. Nee, ik denk dat het heel goed is als wij de premier gaan leveren. Nogmaals, Nederland zit te wachten op een andere koers, op een socialer en een sterker Nederland. Ik denk dat het een ramp wordt voor het land. Ja, ik denk echt dat het een ramp wordt voor het land. Ruud, Loes die zei, Nederland die stevend af op een sociale klimaat. Wat gaat dat kosten? Ja, miljarden. En die hebben we niet. Dus dat is heel simpel. Is dat doorgerekend? Dat gaat dus niet lukken. Is dat doorgerekend? Ja, dat is doorgerekend. De VVD is wat dat betreft levert gewoon het beste resultaat in 2017. Daar komt het op neer. En Loes? Nee, dat is niet waar. Want ook de Partij van de Arbeid. Kijk, het is een lastige tijd. Het is een moeilijke tijd. En alle partijen moeten moeilijke keuzes maken. Dat doet ook de Partij van de Arbeid. Wij bezuinigen netjes 15 miljard. Overigens net als de VVD. Maar we doen dat wel op een andere manier. In deze tijd dat mensen bang zijn hun baan te verliezen, moet je dus niet de WW verkorten. Mensen hebben hun leven lang premie betaald voor de WW. Dus dan is het zeer asociaal om nu de WW te gaan verkorten. Dat is een foute gedachte. De WW is een omslagstelsel en het is niet een spaarstelsel. En dat betekent dat je de premie die je nu betaalt als werknemer, die wordt ook nu uitgegeven via het fonds de werklozen. Dus je bent niet aan een spaarsysteem. Als we het over een omslagstelsel en een spaarstelsel hebben, dan weet ik er ook nog geen. De pensioenen worden toch gekort. Ja, precies. En zeker. Helaas, dankzij de lage rentestand. Nee, maar, zeker bij de VVD. Het principe van een spaarstelsel wordt dus hiermee geweld aangedaan. Loes? Ja. Nou ja, kijk, en ook de ontslagbescherming wordt verminderd. Juist in een tijd dat mensen het nodig hebben om netjes die ontslagbescherming te hebben. Dat is toch heel gezond? Want op dit moment is het zo dat als je ontslag krijgt, dan kan je rustig gaan bezinnen op wat je zou willen. En als je niet zoveel doet, dan is dat ook niet zo erg. Nou, we kennen tientallen mensen, jij kent ze ook, die brieven schrijven. Omdat het nou eenmaal moet. En dat is nou precies waar ik mee begon. 900.000 ingeschreven werkzoekenden. En er zijn er slechts 450.000 die hun best doen. Misschien komt het wel omdat ik niet voldoende heb ingegrepen. Maar we hadden het over de premier van Nederland. Ja. Ja, en dus Rutte is gewoon de beste premier voor Nederland. Want dat is de man die heeft aangetoond
dat hij toch wil doorgaan, ondanks het bedrog van de PVV. Ruud, kun je voorzichtig een coalitie aangeven? Ik denk dat de coalitie, en dat wil ik niet ontkennen, zeker niet in de buitenkant moet komen. Dus niet, het zal niet een PVV worden. Daar zal het niet in zitten. En wat mij betreft ook niet bij de SP. Dus ook slecht voor Nederland. Het zal dus paars zijn een soort paars. Ik verwacht een paars. En wat dat betreft, Woerden is een schitterend voorbeeld van hoe het ook kan. Dus paars met Samson aan het roer. Nee, niet precies, met Samson. Sam... Dat mocht hij willen. Time is out.